als Zwitserse ziekenhuizen op de afdeling dialyse hebben wij de virtual reality bril geïntroduceerd als een methode ter afleiding van pijn. Pijn bij het aanprikken bij onze dialysepatiënten. Patiënten komen bij ons 3 keer per week, week in, week uit, jaar in, jaar uit. En zij krijgen 2 naalden in de armen. Sowieso zijn prikken niet leuk, maar wanneer dat gaat over dikkere naalden wordt het wel heel lastig. En er zijn toch een aantal mensen die gevoelig zijn of angstig zijn om aangeprikt te worden. En dan gebruiken wij de VR-bril als afleidingstechniek. Nou weet ik me van de vorige keer nog te herinneren dat u het filmpje met dat water zo mooi vond. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Dan mag u lekker naar de film gaan kijken. Door middel van filmpjes die geplaatst worden in de bril, raken mensen betrokken in een andere wereld. En zintuigen zoals zicht, gehoor, de beleving, alles wordt geprikkeld. Wij gebruiken diverse filmpjes. Dat kan variëren van een filmpje wat gaat over een achtbaan, een aquarium of een landschap. Wat van belang is, verpleegkundigen die sluiten mensen aan en die moeten de bril ook in de praktijk gebruiken. Dus hij moet gebruiksvriendelijk zijn. Dat prikken is pesten. Nou, dan is het filmpje dus afleiding, dus dan voel je het minder. Wij merken dat het gebruik van de virtual reality bril een stuk ontspanning teweeg brengt. Dus filmpje erin, klep dicht en opzetten wanneer iemand aangeprikt wordt.